In deze video ga ik iets superleuks doen waar jullie al heel erg lang om hebben gevraagd. Ik ga namelijk terug naar Build-A-Bear. De vorige video heb ik al meer dan een jaar geleden gemaakt, dus het werd hoog tijd om weer een keertje terug te gaan. En ik was laatst dus in Berlijn en ik wist dat daar een Build-A-Bear zat. En ik heb daar voor jullie een vlog gemaakt en een heel erg leuk en schattig beertje gemaakt. Dus geef deze video alvast even een dikke duim omhoog als je zin hebt in de video en benieuwd bent naar het beertje. En laten we dan meteen beginnen. Op dit moment ben ik dus in het winkelcentrum in Berlijn en ik sta dus voor Build-A-Bear. Woehoe! Dus laten we naar binnen gaan en een heel erg leuk en schattig beertje maken. Yay! Oké, zo ziet de winkel eruit en jullie kennen het. Hi! Jullie kennen het wel van de Texas video en het ziet er zo ontzettend geweldig en vrolijk en kleurrijk uit. Oh my god! Ik heb er helemaal zin in, dus laten we een beertje gaan uitkiezen. Dit zijn alle beertjes. Kijk hoeveel superleuke verschillende soorten beertjes er zijn, jongens. Oh my god, hier heb je Pikachu. Oh, zo schattig. En kijk dan. Hey, deze lijkt een beetje op Tyler, maar niet helemaal. Het lijkt ook wel een beetje op een voetbal eigenlijk. Ik vind het wel heel erg grappig. En wat hebben we hier nog meer? Oh jongens, het is zo lastig om te kiezen. Wat moet ik? Ik vind deze figuurtjes en karaktertjes echt geniaal. Echt super grappig en schattig. Heel erg leuk. Hier heb je bijvoorbeeld Nemo. En hier heb je Dory. En hier heb je Olaf van Frozen. Hallo! Oké, ik weet niet wat ik moet kiezen, jongens. Normaal gesproken hou ik zelf een beetje van simpele beertjes. Dus ik zie hier wat beertjes die er wat simpeler uitzien. En die vind ik gewoon wat schattiger. Dus welke moet ik kiezen? Ik ga in ieder geval wel een meisjesversie maken van Tyler. Want Tyler heb ik in de vorige video gemaakt. En dat was een jongetje geworden. Dus nu gaan we een meisje maken. En ik denk dat ik deze ga kiezen. Hallo, jij wordt het meisje Tyler. Oké, we hebben natuurlijk nog geen naam verzonnen. Maar wat we gaan doen is we pakken een lege knuffel erbij. Dat is deze dan. Het ziet er zo zielig uit. Hij is nog helemaal leeg natuurlijk. Maar die pakken we erbij en uiteindelijk komt het er zo uit te zien. En we moeten het gaan opvullen, namelijk hier zo. Het lijkt op een grote suikerspin of zo. En hier hebben we een hele leuke soundboard. Wow. En daar kun je allemaal verschillende soorten geluidjes aan de beer toevoegen. Dus wat hebben we hier allemaal? Ik zie hondjes. Even kijken. Dit is allemaal in het Duits. Oh, dat is zo schattig. Wat hebben we nog meer? I love you. I love you. Oh, dat vind ik echt heel erg lief. Vorige keer met Tyler heb ik er ook geen geluidje aan toegevoegd. Dus misschien ga ik het nu niet doen. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Nog een laatste geluidje dan. Deze. Oké, dan is het nu tijd om het beurtje te gaan opvullen. Hier staan we dan en ik heb er hulp bij gehaald. Ze wil alleen niet meer in beeld, dus dat ga ik niet laten zien. So, you get the pedal and if I say go, you tap on the pedal. If okay. I say stop, you go down, okay? Are you ready? Yes. Okay. And here go. We go. Yes. Oh nee. Nou wordt hij een stukje dikker en ik vind het best wel spannend, want ik ben bang dat ik er zo meteen ga exploderen, jongens. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Yay, daar wordt hij. Oh, eigenlijk moet ik zij zeggen. Dus ze wordt op leven gewacht. Ja. Super zacht. Hi. Ik sta er nog steeds op. Sta en sta. Yay. Yes, really good. Het is er vanaf. So, en daar is het biertje. Now you can test your teddy bear. Oké. Okay. If you like it or you want more stuffing, testen. More less stuffing. So take a look. Oeh. Wow, echt super, super zacht. Ik ben hem helemaal lief. Hij is goedgekeurd, vind ik. Now you choose a little hard. Oh ja, oké. Okay. Wat voor hartje willen we? Willen we eentje met zo'n patroontje erop of gewoon een rode? We doen, deze rode vind ik wel heel erg mooi. You have to make it a little bit hot. Yeah, make it hot. Take on your... On your face, yes. Moet je het warm maken? Andere kant. Yes. Ah. Good, love it so hard. Shake it. Over the head from Clement to the ear. And to the ears. Yes, really good. And to the feet. Oké, en nu moeten we een wens gaan maken. Ja. Ja, okay. Dat is een hele goede wens. Oké, ik ga het natuurlijk niet vertellen, want dat blijft een geheimpje. En nu mag het hartje het beertje in. Oh, hij is helemaal speciaal. Zo. Heel goed. Thank you. Perfect. Now you get the scissors. Ja, dankjewel. En je cut the belly curd. Oh, oh.
Yes, en links. Yeah. Lastig. Perfect. Wow. Oh, wow. Ik heb het gevoel alsof de beer nu geboren is. She is ready. Oh, ze is helemaal klaar. Hi. Goedje. Thank you. En nu gaan we natuurlijk het allerleukste gedeelte doen. Namelijk kleding uitzoeken voor het beertje. Wow, kijk hoeveel kleding er is. Oh my god. Hallo. En wat hebben we nog meer? Onderbroeken, jongens. Wow, wat super grappig. Kijk, dit past gewoon hier op het beertje. Maar ik hou persoonlijk ietsje meer van roze. Dus ik denk dat ik voor roze ga. Deze roze met nog wel een bloemetje erop. Ik leg de onderbroek eventjes hier op dit tafeltje neer. En dan leggen we daar gewoon de outfit klaar. En dan is het nu tijd voor de rest. Oh, schattige jurkjes. Kijk, dat doet me denken aan eenhoorns. Hele leuke, schattige dingetjes. Wow. Wow, 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 wow. Wow, holografische schoenen. Wat is dat? Dat is geweldig. Oh my god. Kijk dan hoe goed dat eruit ziet. En wat leuk. Vind ik andere dingen nog leuk? We hebben nog meer. We hebben hier glitterschoentjes. Die zijn ook wel super, super schattig. Nou, ik vind deze toch wel het allerleukste. Pak ze eraf. En volgens mij zijn dit de laatste, of niet? Oeh, ik heb lekker de laatste schoentjes bijgepakt. Zo. En dan kan ik verder gaan met de rest van de outfit. Oh, deze Ninja Turtle pak. Oh mijn god, dat is geweldig. En een cheerleader pakje. Hey, volgens mij heb ik die ook gezien in Amerika. Misschien heb ik het fout. Oh, een Duits pakje. Zo'n lederhosen. Nee, dat past wel. Want we zijn in Duitsland. Maar ik vind dat toch niet zo heel erg leuk voor dit meisje. Dus wat gaan we kiezen? Ik zie hier heel veel roze dingetjes. Deze is wel heel schattig. En dat hartje, oké, dat hou ik eventjes in gedachten. Deze is ook wel leuk, zo'n polo shirtje. Dan hebben we nog meer. Eenhoorn! Ah! Oké, eigenlijk vind ik die eenhoorn niet zo heel erg leuk. Op zich wel schattig, maar niet helemaal. Ik denk dat ik het weet. Ik weet het, ik weet het. Ik ga met dit roze shirtje met het gouden hartje erop. Zo. Oh, dat matcht wel mooi. Dan moeten we nu even kijken wat voor rokje of broek we gaan uitkiezen. Want ik zie hier heel veel jurkjes. Ik zie geen losse broekjes, jongens. Hier zo misschien? Nee. En hier? Een badjas. Ah! Oké, dat is ook wel heel erg leuk. Nee, ik ga voor het shirtje. En ik zoek gewoon nog eventjes een broekje. Oh, kijk. Kijk, 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 kijk. Dit is een rokje met diamantjes erop. En hier hebben we een stoer broekje. Of nog een roze. Nou, dat wordt wel heel erg roze, jongens. Ik denk dat ik voor deze ga. Want dit is iets wat ik dus gewoon zou kopen in de winkel. Want ik hou wel van meisjesachtige dingen, maar ook wel van stoere dingen. Dus dan past deze er heel erg mooi bij. Dus die pakken we ook. Yes. En dan breng ik deze ook weer naar de tafel. Tadaa. En dan gaan we nu wat accessoires uitkiezen. Tenminste, ik denk niet al te veel, want ik wil het niet te druk maken. Maar we moeten dus even kijken wat ze hier allemaal hebben. En ik zie allerlei verschillende soorten schattige dingetjes. Hier hebben we een zonnebril. Ze hebben niet zoveel zonnebrillen als in Amerika. We hebben wel super schattige, leuke rugzakjes. Alleen roze op roze vind ik dan niet zo heel erg mooi. Maar, wat zie ik hier? Ik zie hier echt heel erg leuke rolschaatjes. Oh my god, dit is leuk. Ik ga voor deze. Dit vind ik leuk. Ja, 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 ja. Ik leg hem hier op de tafel neer. Kijk. Oh mijn god, jongens. De outfit is helemaal klaar, denk ik. Dus we hebben hier een shirtje. We hebben hier onderbroek. En een broekje. Schoentjes. En rolschaatsen. Yeah. Nou, ik kan niet met één hand deze beer gaan aankleden. Dus ik moet de camera even uitzetten en hem gaan aankleden. En dan ja, laat ik het zo meteen aan jullie zien. Tadaa! Oké, het beertje ziet er zo uit. Kijk hoe geweldig die schoenen zijn, jongens. Ik ben hier helemaal verliefd op. Oh, dit shirtje. En het is zo schattig. Ze is super, super lief. En wat ik nog niet heb gedaan, is deze rolschaatsen aangedaan. Maar dat doe ik later wel. Ik ga er nu bij me pakken. Oh, het is echt een meisje geworden nu. En ik pak de rolschaatsjes erbij. Oh, jongens, jullie zijn wel heel erg dichtbij nu. En dan gaan we nu naar de kassa lopen. Wacht even, wat zie ik hier? Oh, dit is zo schattig. Het is een mutsje met een sjaaltje erop. En het doet me heel erg denken aan Frozen. En het heeft van die pastelkleurtjes en glitters. Oké, ik neem deze ook gewoon mee. Zo ziet ze eruit. Met hele leuke accessoires. Daar is het mutsje en de sjaal. En daar zijn de schaatsjes. Yay! Ze heeft een strikje gekregen, omdat het natuurlijk haar verjaardag is vandaag. En we krijgen een huis bij. Oh my god! Iedere keer voor het huisje moet je iets heel erg magisch zeggen. Dus wat gaan we zeggen? Magisch huisje. Verschijn! Yeah! Wow! Oh my god! Doei! Oh, goshie. Daar gaat ze. Aww.
Nou, gelukkig zit ze in een goed huisje, dus dat scheelt. Oh my god, jongens, ik heb hem. Yay! Echt super, super schattig. En hier is het Peertje. Yay! Zoals je kunt zien heb ik het mutsje op haar hoofd gedaan. En ik vind het zo ontzettend leuk dat die oortjes eruit steken. En ik vind deze glitters ook heel erg gaaf in de sjaal. Het shirt, ik ben hier helemaal verliefd op. Ik vind hem echt super, super leuk. En de broek is mega stoer met die scheuren erin en zo. En deze schoenen, ik vind het zo hypnotisch. Ik ben er helemaal verliefd op. En eigenlijk wil ik stiekem ook zulke schoenen hebben. En de rolschaatjes heb ik er ook op gedaan. En ik vind ze zo tof. Want ze rollen ook daadwerkelijk. En dat is echt heel erg gaaf. Wow, ik kan hier gewoon uren mee blijven spelen. Ik vind het echt super, super schattig. Yay! Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om het een pootje omhoog te geven. En laten we met z'n allen proberen om deze video tot de 15.000 pootjes omhoog te krijgen. En de vraag van vandaag zijn eigenlijk twee vragen. In de vorige video heb ik een beertje gemaakt die jullie met z'n allen een naam hebben gegeven. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar het was Tyler. Dus de eerste vraag is, wat voor naam zullen we dit beertje geven? En de tweede vraag is iets waar ik gewoon zelf geen keuze over kan maken. Want ik wil namelijk weten van jullie of jullie dit Tyler's zusje vinden of Tyler's vriendinnetje. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!